200.000 euro winst maakt PSV in het seizoen 2017-2018. Niet veel, maar onderaan de streep staat er een plusje. En in een jaar zonder Europees voetbal, waardoor PSV miljoenen euro's misloopt, is dat best een prestatie. Het heeft vooral te maken met spelers als Willems, Locadia en Prupper, die voor veel geld zijn verkocht. We hadden ook in het begin van het jaar echt zoiets van, nou, misschien eindigen we wel voor het eerst met een minnetje. Maar we hebben toch hard gewerkt. Dus eigenlijk zijn we er blij mee dat we uiteindelijk nu toch voor het zevende jaar op rij in de zwarte cijfers zitten. Weliswaar klein, maar het is zwart. Het is het zevende jaar op rij dat PSV financiële winst boekt. Dat horen ook de fans die zijn uitgenodigd bij deze presentatie. Ze mogen vragen stellen aan financieel directeur Jaap van Baar en aan algemeen directeur Gerbrands. Gisteren de stukken toegestuurd gekregen natuurlijk en een hele kluif om daar doorheen te komen, want ik heb absoluut geen financiële achtergrond. Maar ik vond dit, de toelichting vandaag heeft veel duidelijk gemaakt. Het geeft mij heel veel vertrouwen in de manier hoe deze club gerund wordt door deze directie. Waar komt dat vertrouwen vandaan? Puur de manier hoe men hier de club managt en hoe men omgaat met ingaande transfers, uitgaande transfers, eigenlijk het hele huishoudboekje. Dat gewoon op een hele gedegen manier wordt gemanaged. Verantwoord beleid, zo wordt het door de fans gezien. PSV wil een open club zijn die de supporters betrekt bij zoiets technisch als de jaarcijfers. Ik vind dat PSV probeert ook een transparante club te zijn. En met dit soort zaken, met dit soort bijeenkomsten lukt dat absoluut. Ja, heel benaderbaar. Gewoon heel toegankelijk. Ja, leuk. Ik kom zelf uit het Westen. Ik ben weliswaar geboren in Brabant. Maar het is altijd heerlijk om hier te komen. Het is gewoon net een warm bad. Mensen zijn heel open, nuchter. Blazen niet van de toren. En dit soort initiatieven helpt alleen maar mee om dat PSV-gevoel beter over de bühne te krijgen. De fans zijn erover te spreken. Er is bestuurlijke rust sinds Gerbrands aan het roer staat. Doelbewust werkt PSV langzaam toe naar een financieel gezond bestaan. Dat was een aantal jaar geleden wel anders, toen de club 50 miljoen euro de min inging door een lening. Die lening is inmiddels bijna helemaal terugbetaald. Wij moeten best vol aan de bak om alles voor elkaar te krijgen. We komen uit de periode van 4-5 jaar geleden waar er toch een financiële herstructurering was. Dan moet je proberen dat ook wat geleend geld weer terug te betalen. Maar wij proberen uit te leggen dat wij en proberen op sportveld voor elkaar te krijgen en de cijfers op orde te krijgen. Ja, en dan krijg je wel een redelijk professionele benadering volgens mij, waarin wij ook dingen kunnen uitleggen. Iedereen had de ruimte om vragen te stellen en dat doet de pers ook, dat doet de supporters ook. En daar kunnen we allemaal antwoord op geven. En dan volgens mij komt het dan inderdaad, dat is mooi omschreven van de supporters, verantwoord over. Nu 2 ton winst en een omzet van zo'n 70 miljoen euro. Dit boekjaar ziet er rooskleuriger uit met de Champions League miljoenen. De club zou zomaar voor het eerst in de historie de 100 miljoen euro omzet kunnen aantikken.